Hallo beautiful ladies, dankjewel dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Enterprise Me TV. En ik heb hier fantastisch licht, dus vandaar dat ik mijn intro gewoon random op een markt opneem. Deze week heb ik een ander soort video voor je. Aangezien ik net 31 ben geworden en mijn 30ste jaar volledig heb overleefd, dacht ik misschien is het leuk om de wijsheden die ik heb geleerd en waarvan ik nu heel blij word dat ik ze weet, om die met jullie te delen. Bij deze dus een ander soort video dan je normaliter van mij gewend bent. 30 wijsheden van een 30-jarige. Enjoy! Laten we meteen beginnen met de eerste en de allerbelangrijkste. Alles komt altijd goed. Voor welke zware taak of diep dal je ook staat, als je blijft vechten voor een goed einde, krijg je het. Dingen of mensen die nu heel belangrijk of cool lijken, zijn over 20 jaar niet meer belangrijk. Focus je op jezelf en doe dingen, draag kleren en luister naar dingen waar jij gelukkig van wordt. Het tijdstip waarop je een afspraak hebt is niet het tijdstip waarop je de deur uit moet. Ik herhaal, niet het tijdstip waarop je de deur uit moet. Geluk is simpel. Lach gewoon naar zoveel mogelijk mensen die je tegenkomt. In het verlengde daarvan, help andere mensen. Iedereen is een engel, jij kan er ook eentje zijn, want jij kan ervoor zorgen dat iemand echt een hele vette dag meemaakt. Help andere mensen en je wordt daar zelf ook gelukkiger van. Wees selectief met de mensen in je leven, maar leer zoveel mogelijk mensen kennen. Je hoeft niet direct met iedereen BFF's te zijn, gewone vrienden zijn ook de bom. Het kan de meeste mensen echt niet schelen wat jij doet. Leef je leven zoals je dat zelf wil. En als het de mensen wel kan schelen wat jij allemaal doet, zorg voor goed entertainment, zodat ze iets leuks hebben om over te praten. Het beste advies wat ik ooit heb gekregen komt van guru Nadine. Luister naar je gevoel. Als het niet goed voelt, dan is het waarschijnlijk niet goed. En als het wel goed voelt, dan is het waarschijnlijk wel goed. Dit geldt voor een baan, dit geldt voor mensen om je heen en voor schoenen. Koop nooit de kleine schoenen. Nee, ze lopen niet uit. Nooit. Echt niet, kan ik je beloven. De meeste mensen veranderen nooit. Begin er niet eens aan en bespaar heel veel tijd en moeite. Goed voor je lichaam zorgen geeft je meer energie en geluk. Je lichaam is de beste vriend die je in dit leven gaat krijgen. Behandel het daarom ook zo. Marketinggoeroes vertellen je net zoveel onzin als anti-rimpelreclames. Oh my god, met deze crème zie je er meteen 10 jaar jonger uit. Alsof je weer 16 bent. No, net zo min als dat je van anti-rimpelcremes weer je 16-jarige huidje terugkrijgt, is het makkelijk om een overnight succes te bewerkstelligen. Ook al heb je het allerbeste idee van de wereld, dan nog zou je in 99% van de gevallen keihard moeten werken om dat een succes te maken. En met hard werken bedoel ik dat je een olifant in kleine stukjes eet. Elke dag een klein beetje doen heeft op de lange termijn een veel beter effect dan je helemaal stuk werken en op de bank terechtkomen. Als jij iets wil hebben, vraag er dan om. Mensen kunnen niet gedachten lezen. En als je kinderen hebt, leer ze dan alsjeblieft niet het gezegde vragen wordt overgeslagen, want zo werkt het leven gewoon niet. Als je het gevoel hebt in een sleur te zitten, doe dan iets nieuws. Al is het een nieuw ijsje proeven. Nieuwe ervaringen geef je altijd nieuwe inspiratie. Het strand is altijd een goed idee. Net als pannenkoeken. Pannenkoeken. Wie honger heeft, moet eten. Het meest onderschatte middel voor een fit lijf is voldoende eten, zodat je spieren kan opbouwen en geen vreetbuien krijgt. En nu we het toch over eten hebben, wanneer je niet lekker in je vel zit, zijn de volgende twee oorzaken in 80% van de gevallen de boosdoener: te weinig slaap of honger. Aan de andere kant, als iemand iets aardigs voor jou wil doen, sla dan zeker niet af. Jij wordt er gelukkig van en je doet de ander ook een gunst door dit aardig te accepteren. Accept gracefully. Als jij aardig doet tegen iemand en die andere persoon doet raar terug, dan ligt dat zeker niet aan jou, maar aan die andere persoon. Issue alert! Nope, zelfs wanneer je 30 bent is je huis niet altijd schoon, je was niet altijd gewassen of je tank vol benzine. The struggle will always be real. Als je iets leuk vindt, zoals bijvoorbeeld ik, pretparken en waterparken, moet je dat absoluut nooit opgeven. Maakt niet uit hoe oud je bent. In het verlengde daarvan, tv kijken is niet slecht en ook geen tijdverspilling. Als het jou ontspant, kijk dan vooral een hele dag je favoriete films en series. Dat iemand je pijn heeft gedaan, betekent niet dat de rest van de wereld verrot is. Je mag best op nieuwe mensen vertrouwen. 30 worden is echt
heel tof. Zeker als mensen je nog steeds 25 schatten. Blijf dus vooral gewoon smeren met die anti-rimpelcremes voor de zekerheid. Maak jezelf gelukkig. Niemand anders kan dit voor je doen, behalve jijzelf. Als je moedig genoeg bent om je angsten te overwinnen, ligt er een wereld vol fantastische ervaringen op je te wachten. Overwin die angsten. En nee, niet durian. De angst voor durian hoef je nooit te overwinnen. Vind je deze video leuk? Steek dan een duimpje omhoog. Vind je hem niet leuk? Mag je hem ook altijd omlaag steken? Dan weet ik ook dat ik geen tijd meer hoef te verspillen aan dit soort video's. Ben je al geabonneerd? You rock! En ben je nog niet geabonneerd en denk je, hey, deze chick maakt best wel toffe video's? Dan kan je hieronder abonneren. Gewoon hierop klikken en dan komt het allemaal goed. Dan krijg je mijn toekomstige video's krijg je automatisch binnen. Dankjewel voor het kijken en ik zie je volgende week weer met een gewone aflevering. Doei! Hallo! You can say hello. Can you say goedendag? Goedendag? What is it? No, it's actually hello in Dutch. Oh, yeah. Where are you from? Holland. Holland? Yes. Nice to meet you. Yes, so hello Holland. Thank you.